Dan mogen ze weer terug aan naar de toren. Dat is een behoorlijk project geweest. Breda nu. Je weet het meteen. Breda weet weer hoe laat het is. Na een tijd verdwenen te zijn geweest, hangen de wijzerplaten weer op de plek waar ze horen. Het bedrijf IJsbouts was verantwoordelijk voor de restauratie en het terughangen van de wijzerplaten. Kan u mij wat meer vertellen over de restauratie? Wat heeft het allemaal met zich meegebracht? Nou ja, een heleboel werk natuurlijk. Als eerst worden de ringen bij ons bekeken wat er allemaal nodig is. Natuurlijk komt er nieuwe verlichting, nieuwe bladgoud. De ringen en de wijzers moeten gezandstraald worden, voorzien worden van nieuwe lak, 24 graad bladgoud. En dan mogen ze weer terug naar de toren. Dat is een behoorlijk project geweest. We hebben de kerktoren, die is zeg maar via de wet gewoon ons eigendom geworden. Een soort gedwongen eigendom. Maar dat vinden we natuurlijk helemaal niet zo erg dat we dit in eigendom mogen houden. Want het moet ook gewoon goed onderhouden worden. Dus het is helemaal niet erg dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Kost wel aardig wat geld inderdaad. De precieze getallen heb ik nu niet paraat. Maar daar ben je niet met een paar duizend euro per jaar vanaf. Waarom is het belangrijk dat bezienswaardigheden als de grote kerk behoud blijven? Nou, het is behoud. Het is een heel groot belangrijke icoon van de historie van onze stad. En die moet natuurlijk niet alleen behouden blijven, maar ook gewoon op een hele nette manier onderhouden worden. Wat ik zelf nog wel interessant zou vinden is hoe we kunnen kijken dat de toren wat beter toegankelijk wordt. Dat mensen er wat makkelijker, weliswaar onder begeleiding, maar wel in kunnen. Om vanuit daar zeg maar van een heel mooie overview van onze stad te genieten. Maar ik heb het zelf al een keer mogen doen. Helemaal tot in de top klimmen, tot aan de kleine treders aan toe. Het is een hele ervaring om dat te mogen doen. En dat gun ik meer mensen om dat te gaan doen. Breda nu. Je weet het meteen.